Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht met Huisje, Boompje, Beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee als je wilt weten. Mee met het OV. Hey, hoe lang is het reizen nou, oom Henk? Weet niet. Een uur of twee? Oh, spannend. Ik ben nog nooit met de trein geweest. Hey, waar ga jij naartoe? Even kijken. Groningen. Via Amersfoort. Over 5 minuten. Wat? Op spoor 3. Oh, oké. Okay. Dat is aan de overkant. Mooi! Hey, mafkees! Wat? Wat doe je nou? Dat is levensgevaarlijk. Er rijden hier treinen. Hoe moet ik dan aan de overkant? Er is hier een tunneltje. Die gaat onder de spoorlijn door naar de andere kant. Ga toch niet als een mol onder de grond door? Nou, ik vlieg er wel overheen. Ja, je zoekt het maar uit, Raaf. Ik ga zo. Ja, lekker zo. Moeten we geen kaartje kopen? Oh, dat heb ik al, via internet. Oh, kun je dat hier niet doen dan? Jawel. Er zijn hier allemaal automaten, maar ik vond het niet veel handig. Huh? Maar, en mijn kaartje dan? Die heb ik. Anders raak je die toch maar kwijt. Wow. Dat gaat snel. Hoe lang wachten? Dat komt zo. Ja. Oh, daar Hey, Fred. Ja? Waarom moesten we nou niet ons kaartje laten zien toen we de trein in gingen? Daarvoor komt straks de conducteur langs. De conducteur wie? De conducteur. Die loopt door de trein en controleert of iedereen een kaartje heeft. Oh, spannend. Hey, Fred. Ja? Waar woont oom Henk eigenlijk? Groningen. En dan zitten we 2 uur in de trein. Ja. Ja, wat moet ik dan al die tijd doen? Naar buiten kijken. Nee, vet. Ja. Mag ik bij het raam zitten? Ja. Vet. Ja, Raf. Waarom komt er steeds zo'n paal langs het raam? Oh, daar zitten de stroomdraden aan vast. De trein rijdt op elektriciteit en die komt van een draad die boven de trein hangt. Dat is ook een lange draad. Ja, heel lang. In totaal bijna 7000 kilometer. In ons land alleen al. Vet, wakker worden! De trein is gestopt!
Oh, we moeten eruit, ze zijn er. Nee. Dit is Zwolle, Raaf. Huh? We zitten op de helft. Oh. Hey, die ventje. Hey, hallo. Je vergeet je hier, je vergeet wat. Hey. Nou, Raaf, schreeuw niet zo. Ja, maar dat jochie, dat is zijn knuffel vergeten. Dat is toch zielig? Huh? Ja, maar ga dan achter... Mevrouw, sorry, kijk eens. Nee, wacht, stop! Hallo, help! Nee, wacht, de chauffeur is toch blijven, het zit er nog in! Nee. Oh jee, als Raaf maar niet in paniek raakt. Hoe laat komt de volgende? Over een uur? Dat is veel te lang. Dag meneer. Gaat u naar Meppel? Nee, dan moet u de bus aan de overkant nemen. Wacht. Mag ik alsjeblieft een kaartje naar Meppel? Ja, 92 alsjeblieft. Als je zo meteen stopt, dan haak ik er gelijk uit. Ja, meneer is dat. Goedemiddag. Wat? Oh, ja, vind je die heeft de kaartjes. Mag ik je plaatsverwijs even zien, beste vriend? Nee. Nee. Ja, tuurlijk. Nee, ja, maar dat heeft mijn vriend. Die zit even op het toilet. Oh, oké, geen probleem. Dan kom ik straks bij je terug. Dan zou je vriend wel klaar zijn, toch? Nee. Nee? Nee, tuurlijk. Oké. Oh, dan komt hij zo weer terug. Nee, ik moet eruit. Oh, hoe kom ik nou uit die trein? Oh. Heel man, wil je zo vriendelijk zijn je schoenen van de bank te halen? Oké. Zo vies voor andere mensen, hè? Dankjewel. Is het nou leuk om buschauffeur te zijn? Heel erg leuk. Ja? Ik vind het leuk. Ja, echt waar. Ja, lijkt me ook wel leuk. Verhert als buschauffeur. Maar je moet er wel wat voor leren natuurlijk. Het is niet alleen het rijden, het is niet alleen de bus besturen, hè. Het is ook wat je buiten om je heen ziet, die spiegels en wat er in de bus gebeurt. Moet je natuurlijk ook een beetje in de gaten houden. Ja, dat lijkt me wel moeilijk. Ik bedoel, tijdens het rijden ook nog eens op andere dingen letten. Ja, maar als je het wat langer doet, dan gaat het vanzelf. Dat leer je vrij snel, hoor. Ja, ja. Het is je vak, hè. Ik ben klaar. Oh, dat werkt niet. Hey. Noodrem. Oh, ja, dat is goed. Als je nood hebt, mag je remmen. Dat mag je niet doen. Dat mag je niet doen. Wat bemoeit ze zich mee? Hoe weet ik nou wanneer ik er ben? Nou, meneer, dat wordt aangegeven op de schermen in de bus. Het wordt omgeroepen. Oh ja. En op het moment dat het omgeroepen is, dan kunt u op belletje drukken, want dan is de volgende halte voor u. En als u het helemaal niet weet, dan waarschuw ik u eventjes. Ja? Okay. Hoe weet je nou welke bus je moet nemen? Nou, dat staat op de bus zelf, hè, de bestemming. Maar als je een tussenbestemming moet hebben, kun je het best eventjes vragen. Of aan de chauffeur, of je van tevoren op internet, hè, via reisinformatie. En hoe weet de buschauffeur dat ik nou mee wil? Even hand opsteken en dan is het goed. Ja, dan komt hij. Dan stopt hij. En dan stopt hij? Ja. Oké. Okay. Goedemiddag. En als de bus nou helemaal vol zit? Ja, als er vol zit, dan moeten de mensen staan. En dan vraag ik via de microfoon of ze zo ver mogelijk naar achteren door willen lopen. En dan is het natuurlijk wel heel netjes als jonge mensen voor oudere mensen opstaan. Dat houdt dan wel een beetje in de gaten, hoor. En als dat niet het geval is, dan vraag ik het of ze dat doen. En eigenlijk doen ze dat altijd. Dus dat is ook heel aardig. Jawel. Zo. Misschien kan ik hier door naar buiten. Oh nee, hier zit de chauffeur. Chauffeur, kunt u even stoppen? Nee, ik ben geen chauffeur, ik ben een machinist. Ja, maar kunt u dat toch niet even stoppen? Nee, dat gaat niet. Wow.
Maar kunt u dan niet gewoon even het gas loslaten? Nee, de trein die gaat elektrisch. Oh, maar hoe kan je dan harder en zachter? Dat doe ik met deze hendel. Oh, ja, wat was dat voor geluid? Ja, dat was het geluid van de dode man. De dode man? Ja, dat is een pedaal waar ik mijn voet op heb. Als dat geluid gaat, dan moet je op dat pedaal drukken. Ja, dan moet ik reageren. Dan weet de trein dat ik er nog ben. Oh. Als ik niet reageer, dan gaat de trein zelf reageren. En dan gaat hij de trein remmen en stilzetten. Oh. Dat is voor de veiligheid van de reizigers. Wat handig zeg. Dus als u nu even niks doet, dan stoppen we toch vanzelf. Ja, maar dat ga ik niet doen. Oh. En wat doet u dan nog meer? Ik rem. Het is ook heel belangrijk dat een trein rijdt, maar het is ook heel belangrijk dat hij remt. Hoe kun je dan remmen? Ik rem met deze hendel. En het remmen moet natuurlijk gebeuren omdat een trein heeft een hele lange remweg. En ik moet natuurlijk wel zorgen dat ik op tijd op het station stilsta. Dat ik er niet voorbij ga. Nee, daar kan niemand instappen. Daarom. En waar zit het stuur? Het stuur, dat heb ik niet. Je gaat natuurlijk altijd rechtdoor op zo'n spoor. Altijd rechtdoor. Ja, je kan niet even stiekem... Even een stukje omrijden. Nee, dat gaat niet. Ik kan ook niet een andere trein inhalen of zo. Zoals met een auto. Nee. Maar ik heb geen stuur. Dat zijn weer mensen die dat voor mij doen als het ware. Dat doen ze door middels van een wissel bedienen. Wissel bedienen? Ja, met een wissel. Dat is een stukje beweegbaar spoor, zeg maar. Daarmee kun je als het ware linksaf of rechtsaf afslaan met een trein. Maar dat doe ik dus niet. Dat gebeurt voor mij. Oh, handig. Ja, dat is heel... En zijn er nog dingen waar je nog op moet letten of zo? Of ja, verkeersborden? Tuurlijk. Ik moet letten op de snelheidsborden. Wat je nu hoort is bijvoorbeeld dat we een stukje in snelheid omlaag moeten. Uh-huh. En dat betekent dat ik een beetje moet remmen, af moet remmen tot die snelheid. Ja, nee, vier kaartjes. Ja, leuk toch? Ja. Ja, nee, vind ik leuk als jij en Janneke meegaan. Zaterdag. Nee, dan kom ik je halen. Nee, gaan we met de auto. Een jonge dame. Ja. Jonge dame aan de telefoon. Mag het iets zachter? Dankjewel. Ja, nee, ik moet zachter praten. Nee, ik zit in de bus. Dan ga ik hier de trein maar uit, want ik moet nog terug. Het is nog op het vorige station. Oké, nou als je terug moet, dan moet je gewoon de trein hiernaast hebben. Die gaat weer naar Zwolle. Oh, goed. Hartstikke bedankt. Oké. Straks. Doei, Raaf. Welke trein moet ik nou hebben? Goedemiddag, kan ik u helpen? Oh, ja, ik wil graag naar Zwolle. Dat kan, dan moet je even naar spoor 3. Dat is die kant op. Oh, goed, dank u wel. Oké, start in huis. Dag. Dank u wel. Graag gedaan, tot ziens. Meppel. Nu maar hopen dat Raaf zo slim is geweest om uit te stappen. Haha, straks zie ik Verhet weer. Hallo. Het is wel even netjes om de mensen eerst uit te laten stappen. Heb je wel een kaartje? Een kaartje? Ja. Nee? Nee? Heb je geen OV-kaart? OV-kaart? Wat is dat? Een kaart die je aan de paal houdt. Maak je gelder en je stapt in de trein. En dan mag je reizen. Huh? Nee, die heb ik niet. Geen kaartje van internet gehaald. Dat heb ik wel, maar die heeft mijn vriend. Huh? Nou, dan zal ik maar eerst even daar bij de automaat even een kaartje halen. Ja? Gaan we dat doen? Ja, meneer. Oké. Raaf. Nou, daar zit ik dan. Zonder geld en zonder kaartje. Hoe kom ik nou ooit bij Vet? Nou, wel wat lusten. Een Verhet zit maar te wachten. Ik weer terug naar Zwolle. Ah, oh, dat heb je goed gedaan. Ja, helemaal niet. Hey. Ik hoopte dat je zo slim zou zijn om het eerstvolgende station uit te stappen en zo slim was je. Ja, tuurlijk. En jij ook? Wat goed zeg. Zo. Waar zijn de tassen eraf? Ja. Raaf? Ja, die staan nog op de trein. Ah, nee. Ja, nou, fijn. Leuk.
Zullen we maar gewoon een lekker broodje eten dan? Ja, Raaf. Die broodjes die zitten in de tas. Wil je zelf ook een mooie bus knutselen? Kijk dan snel op onze website. hbbclub.nl. Dag en nacht mensen op het vliegveld. Oh, ik ben zo toe aan vakantie, Raaf. Ja, wat slim dat je aan die prijsvraag hebt meegedaan. Ja, ja, ik had ook nooit gedacht dat ik die reis zou winnen. Ja. Ja, waar gaan we eigenlijk naartoe? Ja, dat is nog een verrassing. Misschien weer naar Marokko. Nou, het enige wat ik weet is dat we met het vliegtuig gaan. Ja, het zal er toch wel warm zijn? Nou, ik hoop het wel. Ik heb alleen maar korte broeken en t-shirts meegenomen. Jouw zwemband, mijn duikbril, stel boeken. Ja, ik heb ook nog wat ingepakt. De rubberboot en de hengels en de skis. Oh, een hele grote zak drop. Oh, dit wordt genieten, Raaf. Skis. Ja, voor het geval dat het koud is in plaats van warm. Alsjeblieft, prettige reis. Dank u wel. Goedemiddag. Zo. Wij gaan lekker op vakantie. Ja, dat zie ik. U wilt de koffer zo meenemen? Ja, dat is alles. Helaas, ik moet het teleurstellen. Met al die spullen die uitpeilen, kan ik de koffer niet meesturen. Raaf, hè? Die neemt altijd de gekste dingen mee. Raaf? Dat is uw medepassagier? Ja, die is... Oh. Misschien even naar het toilet. Geeft niet. Als u zorgt dat de koffer in orde komt, u geeft mij de instapkaart en paspoort. Ja. Dan check ik u vast in. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Wat is dat precies, inchecken? Wanneer u incheckt, kunnen wij op de luchthaven zien dat u aanwezig bent. We geven u een stoelnummer en we zorgen dat we op tijd kunnen vertrekken. En waar gaat mijn koffer eigenlijk naartoe? De koffer wordt straks meegenomen op een grote bagagekar en dan wordt hij in de buik van het vliegtuig gestopt. En als u aankomt bij de bestemming, dan zal uw koffer weer klaarstaan. Dan kunt u hem zelf van de bagageband afhalen. Sorry hoor, niet even. Leuk, computerspelletjes. Oh nee, check in. Oh, hier kun je ook inchecken. Ja, oh, even kijken. Boeking, dat pret. Ja. Kijk, geen idee. Wat is die nou? Hey, Raaf. Ja, hoi. Kom op, man. We moeten naar het vliegtuig. Oh, ja, oké. Okay. Oh, wacht even. Maar waarom mochten mijn hengel en mijn rubberboot daar niet mee? Ja, omdat je veel te veel had meegenomen, Raaf. Oh, nou en jij dan met je handdoeken en je zwembroeken? Ja, maar die nemen niet zoveel ruimte in, Raaf. Kom op. Waarom moeten we hier wachten? Dit is de marechaussee, Raaf. Je kijkt hier je paspoort of je wel naar het buitenland mag en zo. Ik heb helemaal geen paspoort. Jawel, ik heb toch een HBB Club paspoort. Mooi. Vindt ze vast ook wel goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Waar gaat de reis naartoe? Ja, dat is nog een verrassing. Spannend. Kijk eens. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, u gaat ook op reis? Ja, 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 ja. Ik heb ook een kaartje en mijn paspoort hier. Okay. Is er een probleem? Gaat de vogel ook mee? Ja, dit is mijn vriend Raaf. Ja, Raaf, we beginnen gewoon paspoort, hè? Nee, dat is logisch. Helaas mogen vogels niet mee als passagier. We hebben eerlijk een reis gewonnen. De vogel mag even in een kooi. U mag even terug naar de incheckbalie. Nou ja.
Oké. Okay. Heren, dat is die kant op. Sorry. Pardon. Dat naar uw programma. Vindt Stiekem zelf ook heel erg leuk, hoor. U mag uw tas hierin stoppen? Ja, dankjewel. Hallo. Hallo, goedemorgen. Hey. En dan mag je hier plaatsnemen. Bedankt. En dan wens ik u een hele fijne vlucht. Dankjewel. Ja zeg, winnen we een reis, zit ik hier opgesloten in een kooi in het ruim. Ik heb ook gevoel. Wil jij misschien even helpen als bekende Nederlander? Ja, leuk. Ja? Ja. Auw. Hé. Hey. Dat slot dat. Hij is helemaal niet dicht. Steek uw hoofd door de halsopening. Bevestig de band via de rug aan de klip aan de voorzijde en trek de band aan. Blaas het zwemvest op door een ruk te geven aan het rode label onderaan. Dit mag u pas doen bij het verlaten van het vliegtuig. Oh. Ja, ik ben niet bang. Nee, deze keer. Nee. Ja, maar het is wel een toilet. Wat doe jij nou hier? Nou, ik wist niet waar ik heen moest. Ja, maar je zat toch in de kooi? Ja, maar de deurtje was niet goed dicht. Ze mag je niet horen. Nee, maar ik wil bij jou blijven, Fred. Ja, ja, ik weet het. Maar hoe dan? Nou, ik kom gewoon bij jou zitten. Ja, maar er lopen allemaal stewardessen rond. En als die je zien? Wacht. Aspirintje? Ja. Ja hoor, haal ik even. Laf, nu. Laaf, onder de stoel. Ja. Snel. Meneer, het is niet de bedoeling dat u zelf uw drinken pakt, hoor. Ja. Oh, ja, sorry, ik dacht... Wil ook wat drinken? Shhh. Niet te drinken. Chinas. Nee, appelsap. Appelsap. Doe maar toch appelsap. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank u wel. Zoek een rietje. Ja, wat? Kom hier. Waar ga je nou naartoe? Ik moest gewoon naar het toilet, weet je nog? Raymond. Ja. Sorry hoor, ik moet weer naar het toilet. Alweer? Dat ruikt wel lekker. Hoi. Hey. Wat ik me nou afvraag, hè? Ja? Als je nou doortrekt, gaat alles dan gewoon zeg maar zo naar buiten, zo de lucht in? Nee, dat komt in een hele grote tank. Dat zit in het vliegtuig. En als we dan landen, dan wordt die weer leeggepompt. Dus ja, net als in de caravan. Oh ja, oké. Okay. Nou, handen. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Overal naar binnen gaan. Jawel, de deur was open. En dit is de keuken volgens mij. En ik heb hartstikke honger. Ja, maar zo mogen jullie het zien, weet je nog? Ja hoor, haal ik even. Komt iemand aan? Daar komt iemand aan. Stop!
Zitten we op de goede koers, gezagvoerder? Ja, zeker, co-piloot. Zeg, waar is die meter ook weer voor? Dat is de hoogtemeter. Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Oh, wat is het toch heerlijk, zo'n vliegtuig besturen. Gelukkig, jij weet ook alles. We vliegen een onweersbui binnen. Huh? Neem jij de stuurknuppel over? Onweersbui? Stuurknuppel? Hoe moet dat? Hé, wat doet die vogel hier? Sorry. Hey, pas op, vogel. Dames en heren, wilt u direct plaatsnemen op uw stoel en uw riemen vastmaken? Oh nee, toch niet eraf. Sorry! Waar? Daar. Nee. Bert, heb je de avond toch meegenomen? Hè? Nee. Ja. Ja, een beetje. Maar dat is toch hartstikke leuk om er om twee te aan boord? Waar is hij? Hij zit daarin. Zo, nou dat was wel een beetje krap, Fred. Ja, sorry. Raad, mag ik je handtekening? Handtekening? Jij kan. Ja, ja, is goed. Ja. Heeft hij hem open? Ja. Ja, alsjeblieft. Ik begrijp wel dat jullie even rustig willen zitten. En deze afdeling wordt vandaag niet gebruikt, dus er is genoeg plaats. Woe! Wat een mooie stoelen! Wat is dit dan voor afdeling? Dit is eerste klas. Als je wat meer geld betaalt, mag je hier zitten. Oh, waarom zit hier dan niemand? Dat doen we niet op dit soort vluchten. Mm. Dit soort vluchten? Ja, voor prijswinnaars, denk ik. Oh ja, ja natuurlijk. Nou, de vlucht duurt nog een half uurtje, dus geniet er nog even van. Dankjewel. Oh, man, dit zit echt lekker. Mm-hmm. Nou, Raaf, we zijn er over een half uurtje. Ik ga even lekker een dutje doen. Doekido. Dames en heren, over enkele minuten landen we op Schiphol Airport. Wilt u de riemen vastdoen en uw stoel rechtop zetten? We hopen dat u een fijne rondvlucht hebt gehad en zien u graag nog een keer terug. Rondvlucht? Raaf. Word wakker. Oh, hoi. Hoi. Zijn jullie nou een rondvlucht? Ja. We zijn alweer terug. Vond je het niet leuk dan? Hé? Maar we hadden toch een vakantie gewonnen? Ja. En wacht. Dit heeft u gewonnen. 4 uur vliegen in een echte Boeing 747. Vertrek en aankomst. Vliegveld Schiphol. Nou, lekker is dat. Nou, Carlijn zou wel verbaasd zijn, hè? Hey, dat we weer terug zijn. Stom zeg, ik had me zo op verheugd. Ja, had die brief dan beter gelezen? Oh ja, nou heb ik het weer gedaan. Ja, ik zeker. Ik heb die prijs nog niet gewonnen. Waarom ben je dan meegegaan? Ja, omdat jij het vroeg. Je had ook thuis kunnen blijven, Raaf. Oh, ja hoor, tuurlijk, thuis blijven. Jij zei, ga toch mee? Anders moet ik alleen, dat durf ik niet. En je had 2 kaartjes. Ja, 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 ja. Wil je ook een HBB Club paspoort? Kijk dan op de site, hbbclub.nl. Trekkies. Bij onze programma's is begeleidend materiaal te bestellen. Een educatief spel, poppen, mappen, handleidingen en werkbladen. Ga naar schooltv.nl/webwinkel.